Als men vroeger heb ik beurs kick-offs gegeven aan de RAI en in Utrecht bij de jaarbeurs. En ook voor individuele bedrijven. Mm-hmm. Maar het lijkt alsof bedrijven in het algemeen zijn bereid om tienduizenden, zo niet honderdduizend euro's te investeren in hun beursaanwezigheid, een stand en de kosten van deelname. Maar verzuimen om luttele bedragen te investeren in een motiverende, instructieve kick-off voor die beursbemanning. Want uiteindelijk, niet iedere medewerker kan een stand bemannen. Maar laten we dan eerst even teruggaan naar de essentie, wat een beurs is. Want volgens mij zijn er ook genoeg mensen die niet eens snappen wat ze daar doen en wat het is. Wat is een beurs volgens jou? Het is een markt, het is een bazaar. De bedoeling is contact te leggen, lol hebben, maar vooral contact te leggen met potentiële follow-up. Daarnaast zijn er absoluut afspraken. Ik heb hier veel over geschreven. En door die analyse is het absoluut duidelijk dat er zijn bijeenkomsten. Als je het goed voorbereidt, dan zorg je ervoor dat goede relaties een uitnodiging hebben om naar je stand te komen. Handen te drukken, contacten te bevestigen, over nieuwe opdrachten te praten. Het is een etalageruimte. En daarom natuurlijk is het belangrijk dat het eruit ziet, dat het iets uitstraalt van het gewenste imago van het bedrijf. Maar je hebt ook voorbijgangers. Er zijn individuele bezoekers die komen met een waslijst. Mm-hmm. Ik wil daar en daar en daar. Maar besef ook dat je bezoekers hebt die komen naar een beurs op zoek naar oplossingen voor problemen die ze nog niet duidelijk hebben geformuleerd. Dus als ik even terugga naar het stukje over presenteren, ietsjes verder terug in dit gesprek, dan begin je misschien ook weer met een vraag, of niet? In het algemeen, we beginnen met fysiek contact. Dus een hand in de Nou ja, het begint eigenlijk met, er is een beursstand, laten we even zeggen, die is er. Dat hoeft niet per se zo eruit te zien. Daar staat iemand, ik ben vertegenwoordiger van het bedrijf. En laten we zo zeggen, jij bent de vertegenwoordiger van het bedrijf. Dan ga ik zo niet staan. En ja, ik ben de bezoeker. Dus nou, het is afhankelijk van hoe je komt. Want sommigen neuzelen een beetje op introverte wijze. En dan moet je niet op ze afkomen. Nou, goedemiddag, ik ben Jan Janssen van het bedrijf. Dan schrikken ze rot. Dan moet je heel rustig naast hen gaan staan. Een beetje meekijkend. Zachtjes vragen. Kunt u het vinden wat u zoekt? Maar er zijn anderen die veel duidelijker open zijn. Dus het is heel belangrijk om heel snel de bezoeker in te schatten. Wat type is dat? Wat voor benadering heeft hij nodig? En om de juiste benadering dan op flexibele wijze in te zetten. Ja, en is het iets wat je kunt leren? Of is het wat je moet hebben? Nee, het is absoluut wat je kunt leren. Je kunt het leren. Je kunt er inzicht in krijgen. Mits je bereid bent om los te komen van je standaard, je eigen manier van dingen doen. Je moet eigenlijk een beetje buiten jezelf acteren. Nee, het heeft te maken met flexibiliteit. Kijk, een van die meest bijzondere Nederlandse uitdrukkingen die mij opvalt is: doe eens normaal. Maar dat is onzin. Want normaal doen betekent doe het zoals ik het doe. En iedereen gedraagt zich alsof hij normaal is. Terwijl die ander ook normaal is voor zichzelf. Die echte verkoper, de presentator, die stelt zich in op de ander. Snelheid van spreken, hoogte van steeds praten, dieper op van praten. Zelfs taalgebruik, visueel, auditief, kinesthetisch, dat is om jargon te gebruiken op dit moment. Ja, maar wat zei je, kines? Kinesthetisch heeft niks met honden te maken. Nee. Maar kinesthetisch, bijvoorbeeld, afgelopen maandag heb ik een coachinggesprek gehad met een van mijn klanten. En ik zei, als je daar gaat staan, hoe voelt dat? Ja. En hij zegt, ik denk, ik zei het. Dus ik stel een vraag over gevoel, hij gaat meteen denken. En omdat dit coaching is, hebben we er verder over gepraat. Want het gaat niet om wat hij denkt, maar het gaat wel om wat hij ervaart in zijn lichaam. Maar als dit gewoon een klant zou zijn, dat is hij een denker. Oh, en wat denkt u ervan? Dan zou ik meteen mijn taal aanpassen. En denken en voelen,
dat heet taalkundig kinesthetisch. Oké. Okay. Heeft te maken met tastzinnen. Zoals aan het einde van de presentatie. U heeft kunnen ruiken aan de duizenden mogelijkheden van het verbeteren van uw presentatie bij een beurs en tentoonstelling. Dat is kinesthetisch taal. Ik krijg een vraag binnen van een van onze bezoekers. En die vraagt, beste David, hoeveel praktijkervaring heb je zelf? Of is het alleen maar theorie? Oh, ik hou van dat soort vragen. Echt waar. Want ik ben een van die weinige trainers op dit gebied die ook regelmatig op de bühne komt. Voor mij een kleine groep is tot ongeveer 600. En mijn grootste groep is ooit iets boven de 1200. En op een beurs? Sta je wel eens op een beurs? In het verleden. De laatste jaren heb ik daar geen opdrachten voor gekregen, maar in het verleden wel. Ik herinner me, dat was een heel belangrijke financiële beurs in 1989. Mm-hmm. En daar waren ongeveer 5.500 bezoekers in de rij. Maar ik kreeg mijn foto in het Financieel Dagblad. Het was een beurs voor beleggers. En van alle foto's die genomen werd, alleen één foto verscheen in de vakbladen en in het Financieel Dagblad. Van mij actief bezig te demonstreren op een stand. Oké. Okay. Dus antwoord op de vraag is, het is, je bent geen theoreticus, maar dit je bent... Dit komt allemaal uit de praktijk. Een LBE, Learned by Experience. Er is theorie, dat is een kader, maar het is praktijkervaring en... Ik geef door wat werkt in de praktijk. Want je zei heel snel van als je op de beurs elkaar tegenkomt, dan is het eerste fysiek contact, zei je. Je zei, daar eerst, eigenlijk kwam je daar iets op terug, want je zei, je gaat de ander inschatten van wie is het, wat is het. Mm-hmm. Sommige mensen zijn helemaal niet gediend van fysiek contact. Maar je geeft elkaar een de hand. De meeste mensen in Nederland geven een hand. Maar ik train lui, die gaan bijvoorbeeld naar beurzen in plaatsen zoals Dubai en Saudi-Arabië. Dan werkt het iets anders. Dat nou, we hebben het over de graafschap. Precies. Zakenmanifestatie, down to earth. Gewoon, het is een beurs rondom de voetbalclub. En wat gebeurt? Ik kom op die beurs. Maak contact. Ik ben bezoeker. Fysiek contact. Een hand geven. Nou, sommige mensen zijn gebaat bij omhelzing. Ja, dat loutert. Maar daar hebben we het niet over. Een hand geven. Hallo, goedenavond. Nee, dat is het juist. Nederlanders geven vluchtig en zonder voldoende aandacht een hand. Geef mij dan eens een hand zoals je hem zou moeten geven. Het is de moed. Zoals je hem zou willen geven. Stel, er is iemand die geeft een heel zacht hand. Ja. Zoals jouw kinderen, die geven een heel zacht hand. Ja. Kinderen moeten leren om wat stevig te geven. Ja. Stel, jij komt op mijn beursstand en je geeft me een zacht hand. Wat voor hand ga ik geven? Zo'n... Nee, ik geef een hand, het is net iets sterker. Want op onbewust niveau voelt die ander dat, hij kan op mij rekenen. Als ik een even slap hand geef, dat is verkeerd. En als die ander nou een hele goede stevige hand geeft? Als hij mij zo hard knijpt dat hij mij pijn doet. Dan zeg je au. Ik zeg au. En ik bevestig die ander door te zeggen. Goh, geef je een stevige hand? Of goh, wat ben je sterk? Want de meeste mannen die dat doen. Er zijn weinig vrouwen die zo een stevige hand geven. Maar de meeste mannen die dat doen, die doen het onbewust. Het is een behoefte om erkenning. Gaat het initiatief op een beurs dan uit van degene die op de beurs staat of degene die de beurs bezoekt? Het antwoord is ja en ja. Dat is afhankelijk. Er zijn sommige beursbezoekers die ondernemer zijn, die gaat echt op zoek. En anderen moet je een beetje van de gangpad trekken. Ja, natuurlijk heel veel mensen hebben dit met het gevoel, denk ik, van... Ja, ik loop en kijk maar eens in de winkels. Daar zegt een verkoper ook heel vaak van... Zal ik u helpen of redt u het wel? Ja, totaal verkeerde vraag. Dat soort... Of kan ik u helpen? Totaal verkeerde vraag, want ze zeggen heel gauw nee in het algemeen. Dat is een gesloten vraag waarop het antwoord ja of nee is. In het algemeen stel een vraag die positief geformuleerd is... En waar het om antwoord ja zou moeten zijn, zodat je verder kunt gaan. Kijk, veel Nederlanders die lijden onder de erfenis van Calvijn en die zeggen, zou je het niet leuk vinden om XYZ te doen? Terwijl je eigenlijk bedoelt, zou je het leuk vinden? Of vindt u het geen leuk idee en je bedoelt, vind je het wel een leuk idee? Ja. Maar veel belangrijker is,
meer die open vraag te stellen. Om de persoon te helpen zaken met je te willen doen. Te helpen of te manipuleren? Te helpen. Manipulatie, ach, dat is een ander onderwerp voor een andere gelegenheid. Ja, daar komen we zeker nog op terug. Ik krijg nog een vraag binnen. En dat is, welke competenties zijn belangrijk om je goed te kunnen presenteren? Dat zijn de vaardigheden. Welke vaardigheden? Is het gewoon een kwestie van trek een scherp pak aan, aftershave, chip, 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 en hier ben ik. Oh, over dat aftershave is een Engelse uitdrukking. People who smell don't sell. Dus als je te veel aftershave hebt of te veel zweetlucht van hard werken op een warme bus, dan dat is allemaal mis. Dus deels vaardigheden. Je moet weten. Er zijn heel simpele regels voor hoe je beter presenteert. Maar de basis is een bepaalde openheid om in jezelf te kijken, om voorbij te gaan aan je gewoontegedrag. Gewoonte is de sluipmoordenaar van je creativiteit. Want dan kan je niet origineel zijn. Maar op het moment dat je origineel bent, kom je dichterbij je oorspronkelijkheid, je passie ook voor je werk, voor je bedrijf. En dat zorgt voor een klik. Maar ja, dat komt weer terug op die erfenis van Calvijn. Dus zou het niet leuk zijn als we allemaal wat opener zouden kunnen zijn? Moet ik ja of nee zeggen? Nee, maar mensen zijn natuurlijk, kijk een beetje de kat uit de boom. Eerst, ze willen niet meteen omarmd worden. Ze willen niet zoiets van, nou, wacht even, de Efteling doe je hoe als de achtbaan gaat. Maar op een beurs wil je toch meer. Die ene bezoeken wel, en die andere bezoeken niet. En dat is een kwestie van inschatten. Zo, er zijn competenties. Deze vraag stellen is heel duidelijk. Je hebt bepaalde competenties op, noem het cognitief niveau, dat je leert hoe te presenteren. Mm-hmm. Je leert bijvoorbeeld wat hulpmiddelen zijn. En vandaag de dag denkt men meestal aan PowerPoint. En ik zeg, ja. Oh, er is veel meer dan dat. En PowerPoint overigens, of zal ik globaal zeggen, presentatiesoftware, want er zijn andere producenten, mm-hmm. is een uitstekend hulpmiddel op zijn plaats.